Dus wij zijn eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat er een heleboel nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Digitale uitdagingen, klimaatvraagstukken, uitdagingen op ons vlak van energie en het havendecreet waar we eigenlijk al 20 jaar mee werken binnen de havencontext. Dat is eigenlijk een juridisch kader, dat is een heel solide kader voor investeringen, maar eigenlijk iets minder geschikt om op strategische vraagstukken in te spelen samen met andere stakeholders. En daarom zijn we beginnen nadenken over een alternatief pad in ons beleid en dat is de havenstrategie geworden. We hebben nu een mooie concurrentiepositie verworven binnen het Europese havenlandschap. We willen die eigenlijk behouden en hopelijk ook versterken. Het tweede is eigenlijk de toegevoegde waarde, want dat is wat ons eigenlijk echt interesseert in die havencomplexen. De toegevoegde waarde die zij genereren voor Vlaanderen, om die te blijven verhogen. Dus we hebben in de voorbije jaren toch om en bij de 30 miljard euro aan toegevoegde waarde gecreëerd met die havencomplexen. Dus dat is niet verwaarloosbaar. En dan het derde, en dat is een heel belangrijke, en dat is eigenlijk het extra pigment van de havenstrategie, is dat we dus willen blijven groeien, maar dat het op een duurzame manier moet. Dus de ontwikkeling die we nu gekend hebben in de voorbije jaren, dat kunnen we niet blijven doortrekken. Dus we moeten blijven groeien, we zullen blijven groeien, maar het zal op een net iets andere manier moeten. Om die doelstellingen te bereiken, hebben wij eigenlijk samen met de stakeholders gekeken van wat zijn de speerpunten, waar moeten we eigenlijk primair op inzetten. Een eerste speerpunt is eigenlijk de logistieke draaischijf, het logistieke platform dat de haven is, om dat eigenlijk te gaan versterken. Een tweede punt is eigenlijk de modal shift verder bewerkstelligen. En het derde punt is dan de groene transitie van de industrie in de havens, maar ook de groene transitie van de zeevaart. Ook het inzetten op circulaire economie en dat soort van zaken. Dus binnen de havens is er heel veel kennisuitwisseling, wordt er heel veel kennis gegenereerd. Er is enerzijds de samenwerking tussen de havenbedrijven onderling, de samenwerking tussen de havenbedrijven en de academische wereld, tussen havenbedrijf en overheid. En kennis die wij ook eigenlijk willen delen met de rest van de wereld. Want die kennis kan ook gebruikt worden om wereldwijd mooie initiatieven te nemen in de havenbusiness. En ook op termijn stabiele, goede partnerships te bouwen met mensen die kennis van zaken hebben. Er zijn heel wat zaken die impact hebben op onze havens, die eigenlijk niet op het nationale of regionale niveau beslist worden, maar wel in de Europese context of de internationale context. Daar is het belangrijk dat je zoekt naar partners, andere lidstaten, andere havens, om jouw ideeën, jouw visie op een of andere manier daar toch een plaats in te laten vinden. Het is die wisselwerking die het heel interessant maakt en die onze havens eigenlijk zo bloeiend en zo sterk heeft gemaakt.